De tweede dag alweer van de Tilburgse kermis. Mijn naam is Noor Seesmans en welkom bij het kermisnieuws. De demonstratie van de brandweer is afgelast omdat zij dit ongepast vinden na de explosie van vrijdagavond. Op de eerste dag van de kermis is een eetkraam volledig afgebrand door een ontplofte gasfles. Drie nabijgelegen attracties hebben schade opgelopen, maar er vielen geen gewonden. De demonstratieoefening zou plaatsvinden bij waterattractie River Rafting, maar is dus niet meer doorgegaan. De Tilburgse kermisexpositie is weer geopend. Van 18 tot en met 27 juli staat het historische Paleis Raadhuis in teken van de kermisgeschiedenis. Wij organiseren in opdracht van de gemeente Tilburg tijdens de Tilburgse kermis in dit prachtige paleis en expo. En voor iedereen toegankelijk, vrij intree. En over een paar minuten gaan we officieel openen. We hebben ieder jaar een thema en voor dit jaar hebben wij de bekende botsauto, autoscooter, die uit de jaren 30 stamt en die hebben wij naar voren gehaald met veel foto's. Er staat binnen ook een echte scooter uit 1955, dus voor iedereen interessant. Prachtige expo hebben we dit keer, ja. Ja, het doel is natuurlijk cultuur. Wij proberen dus de kermis op het werelderfgoed te krijgen via ons cultuur. Want dat is natuurlijk al honderden jaren kermis in Nederland en vooral in Tilburg. Dat is de grootste kermis van de Benelux. En daar moet het groeien. En wij doen dit al voor de 13e keer. En we trekken tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers. Dus dat is niet mis, hè. Dus ik dank de organisatie dat ze deze expositie weer hebben willen neerzetten hier in het hart van onze stad. En ik kijk uit naar de bezoekers die wij de komende dagen kunnen brengen. Dank u wel. Wat verwacht u van de opkomst? Vanwege het weer iets minder dan anders. Maar daar staat tegenover, de mensen die komen, die kunnen hier binnen verkoeling zoeken. Want wij hebben hier binnen airco lekker fris, zo rond de 20 graden dus, en buiten is het 30. Ik zou zeggen, kom om, kijk even, hè. Hartstikke leuk. Op de locatie van Café de Lamme Goedzak is Café Kiets voor het eerst geopend op de Tilburgse kermis. Voor deze gelegenheid houden zij een housewarming. Nou ja, een housewarming, zo zou je het niet kunnen noemen. We zijn nog volop in de verbouwing. Daarom hebben wij de keuze gegeven aan onze gasten om een terraswarming te doen met vijf verschillende DJ's op roze maandag. Dus iets anders dan een housewarming en een terraswarming. Nou ja, ik bezocht graag techno- en deephousefeesten en dat is iets wat Tilburg miste. En ik had zoiets van, ik begin gewoon een eigen zaak, een eigen club in Tilburg, Kitsch. Met Deep House en Techno voornamelijk. Dus, en speciaal voor deze locatie gekozen? Het is een supermooi pand natuurlijk. Twee verdiepingen, kroeg, een kelder en een eerste verdieping. Om het concept te kunnen spreiden, Techno in de kelder en Deep House op de eerste verdieping, was dit de ideale locatie voor. Ik wil de officiële opening doen 23 augustus. Dan ben ik boven klaar en beneden ook. Tijdens de Roze Maandag zijn er natuurlijk nog veel meer evenementen. Daar morgen meer over. Kermisjournalist Laurent Wijfels presenteert nieuwe boekuitgaven op de kermisexpositie. Het is al het zesde boek van de schrijver. Kerststreepje mis en 50 andere kermiscolumns. Waar gaat uw boek over? Over 30 jaar kermiscolumns in het Brabants Dagblad. Tijdens de kermis verscheen vroeger de rubriek Carousel. En daarin werd op een ludieke manier gekeken naar de kermis. Met een geintje zoals een column is. Dus kritisch soms, soms beschouwend. Soms ironisch, elke dag. En ik heb de leukste van de afgelopen 30 jaar opnieuw herschreven en bij elkaar gezet in een boekje. Nou, ik weet het. Je hebt weinig stem en weinig mogelijkheden, dus ik doe een beetje het woord voor hem. Maar hij wil het eerste boek niet zelf hebben, maar hij wil het uitreiken. En hij wil het uitreiken aan zijn geliefde Ariane, die al 27 jaar aan zijn zijde staat. Nou, 27 jaar, dat is toch wel een beetje een wonder, want het ging al meteen mis. De eerste keer liepen ze op de kermis en hij dacht, ik ga haar trakteren op een leuk ritje in de Enterprise. Nou, Frits Ropers, die was toen de baas van de Enterprise en die denkt, oh, die zal ik eens een koekje laten ruiken. We laten hem gewoon 10 minuten draaien. Dus hij zat met Ariane 10 minuten in de Enterprise. Zij was zo misselijk als een hond. Ze vloog naar huis toe en hij dacht, nou, daar gaat mijn relatie. Nou, dat het goed is gekomen, blijkt nu. Want 27 jaar daarna staan ze nog steeds aan zijn zijde en hij wilde dus graag het eerste boek overhandigen aan Ariane.
eerste boek even poseren voor alle foto's. Dan heeft hij ook nog een tweede en een derde boek. Dat zijn voor zijn kermisvrienden Tom Fiala en Henny Verhoes. En Henny Verhoes, kunnen die twee naar voren komen voor het ontvangst van de volgende boeken? En jullie allemaal bedankt voor de medewerking in andere boeken. Jij bent echt een kermisliefhebber. Opgegroeid bij het Westerplein, waar je als peutertje op je driewielertje naar de opbouw van de kermis ging kijken. En als opgeschoten jongen leerde je de romantiek van de kermis kennen toen je als vakantiewerker meereisde met de Tilburgse exploitant Mona. Jouw vurige wens was het om exploitant te worden. En dat is niet gelukt, maar je hebt wel van je hobby je beroep kunnen maken door erover te schrijven voor het Brabants Dagblad. En daar heb je de kermis intensief kunnen volgen. De Piet Maasprijs wordt voor de 9e keer op rij uitgereikt op de kermisexpositie. De prijs is voor de persoon die zich vaak belangloos inzet voor de kermis en de kermiscultuur. Goed, dan gaan we over naar de Piet Maasprijs. En als je zegt Piet Maas, dan heb je natuurlijk over een Tilburger die was gewoon helemaal één met de kermis. Een man die rondleidingen gaf, thuis een kermis in zijn tuin had. Helaas, Piet is niet meer bij ons, maar we hebben het altijd bij ons in de stichting over de regio Maas. Wordt dan gezegd, mevrouw Maas, kun je dat even nog horen? Ik weet niet uw naam, ik weet alleen de functie, de weduwe. Dat is ook een beetje raar, hè? Ja. Oké, hoe vindt het om toch weer even hier te zijn in het denken van uw man? Ja. Prima. Nou, ook voor u. Ja. Ook voor u hebben wij uiteraard een bloemetje. Oké. Goed druipen, ja. Oké, applaus voor mevrouw Maas. En met de gedachte van Herman gaan we nu over naar de Piet Maasprijs. De heer Frank Gertan. Nou, is een prachtig beheer, Frank Veldkamp. Uiteraard hebben we een foto van hem. Allemaal selfies van Frank, denk ik. Weer wij de Piet Maasprijs vanwege het op een zeer positieve wijze profileren in het multimediaal adviseren van de kermis in haar totaliteit. Nou, daar heb ik echt wel mooi mee gezegd. Alsjeblieft, en zo het uiteraard. Klik maar. Staat hij erop? Ja. Ja, volgens mij zijn er wel meer opnames gemaakt dan die ene. Gemaakt door onze vicevoorzitter Bert. Ik had ervoor oorkomen. Het felbegrepen kleinoten, Piet Maasprijs. Wellicht maken we volgens jou ook wat kans op. Maar je moet er wel wat voor doen. Oké? Okay. Even deze dan nog. Ik werd geïnviteerd om de opening bij te wonen zoals die hier alle jaren plaats heeft. En alle jaren ik geen tijd heb gehad om die opening bij te wonen. Heb er nu tijd voor gemaakt en dan is het een grote verrassing om een prijs te mogen ontvangen. Dit was weer het kermisnieuws vanaf de Midi. Bedankt voor het kijken en ik zie u graag morgen weer. Ik ga lekker in de botsauto's. Tot ziens!